Op basisschool Het Klavertje hebben alle leraren ruzie. Het is zelfs zo erg dat ze de kinderen geen les meer kunnen geven. Kinderen, jullie kunnen gaan. Kinderen, jullie kunnen gaan. Kinderen, jullie kunnen gaan. Zuchtkinderen, jullie kunnen maar. Jullie kunnen maar beter gaan. Kinderen, jullie kunnen gaan. Yes! Yes, man, we zijn vrij. Laten we allemaal leuke dingen gaan doen. Ja, yeah, man, we kunnen het doen. We zijn vrij. Ah, voetbal. Nu kunnen we gewoon lekker elke dag zwemmen. Oh ja, maar dat is toch een beetje duur? Ja, dat wordt wel echt heel duur, ja. Ja, voetbal. We gaan feestje en basketbal. En dansen. Ja! Wat dan? Shoppen! Ja, shoppen! Kinderen uit groep 8 zijn heel blij. Elke dag maken ze lol. Yeah, man, dat was echt cool. Kom, dat moeten we nog een keer doen. Geshopt, ik heb shopt. Ja, maar het is echt ik ben ook echt zo mooi. De ouders vinden het na 2 weken wel lang genoeg geweest en gaan protesteren. Open die school! Open die school! Open die school! Toch niet normaal? Nee. 2 weken? Niet normaal, nee. Het is wel heel lang. Open die school! Toch helpt het protest van de ouders niet om de school weer open te krijgen. Open die school! 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 Al 6 weken. Het kan gewoon niet meer nu. Nee. Ja, het is heel raar. Ik moet ook weer werken, anders dan hebben we straks geen geld meer. Het is niet meer normaal. Nee. Ze leren niks meer. Echt, de kinderen van groep 8 vonden het eerst nog leuk. Maar na 6 weken beginnen zij zich ook zorgen te maken. Heel leuk. Er is niks meer aan. Ja. Het is er. Waar die gaat hij nou wel op? Dit was het. Ik ben helemaal blut. Ik ook. Oh, en ik ga de school weer open. Het duurt nou al 6 jaar. Ja, ik kan meer. We missen zo'n zitten. Ik maak me echt zorgen. Ja, hoe kunnen we nou een advies krijgen voor volgend jaar? Ja. En nu missen we ook de schoolmusical en het CITO en het kamp. Ja, hoe gaan we dat doen? We moeten toch wel dat wel doen, toch? Er gebeurt ook helemaal niks. Ik krijg ook helemaal geen informatie. Samen, we groep 8 overdoen. Ja, dat is echt niet leuk. Nee, het is niet eerlijk. Jongens, ik heb een idee. Wat dan? We kunnen kijken of het wel mag wat de school doet. Goeie. Oh ja, goed internet. Idee. Ja, goed idee. Of bellen. Hier, kom. Hé, hey, kijk, ik zie hier een site over kinderrechten. Hé, hey, stop eens, daar staat het. We hebben recht op school en informatie. Ja. En weet je wat, jongens? We gaan gewoon een rechtszaak aanspannen. Ja, dat is een goed idee. We gaan de school weer open. Ja. Wow. Yes! Er komt een rechtszaak en de rechter geeft de kinderen van groep 8 gelijk. Het lege schoolplein wordt na een lange tijd weer gevuld met spelende kinderen. En de kinderen konden weer naar school. Eindelijk. Doei. Tot vanmiddag. Dag lieverd. Doei. Veel plezier. Ja, dankjewel.